Mijn naam is Maud Wichman en ik werk bij Van Tetrode Glasstudio in Amsterdam. We hebben hier een glasblazerij en als er iets geblazen wordt in de glasblazerij, wordt het daarna afgewerkt in onze slijperij. En nadat het afgewerkt is in de slijperij, komt het naar mij toe en ik graveer een handtekening of een tekening in het werk. En ik wil jullie graag vandaag laten zien hoe je een tekening in het glas graveert. Voor het graveren in glas gebruik ik de volgende spullen. Als eerste hebben we een stuk glas nodig. Dit is een stuk vlootglas van 4 mm. En vlootglas kan je eigenlijk overal bij elke glasboer in Nederland kopen. Het is heel fijn glas om op te graveren omdat het redelijk zacht is. Ook heb je een glasstang nodig om het glas te breken. Naast de glasstang heb je ook een glassnijder. Dit is een rondsnijder, zodat ik perfecte cirkels kan snijden. En we hebben snijolie nodig en ik gebruik dat met een kwast. Ik maak ook gebruik van diamantschuurpapier. Dit is een redelijk grove, dit is 60. Je kan ook 180 of 120 gebruiken. Voor het echte graveerwerk gebruiken we de Dremel, bijvoorbeeld de Stylo Plus, met verschillende accessoires. Voor de afwerking gebruik ik siliconenspray, omdat soms na het graveren kan er een soort van witte gloed over het glas heen komen. En met siliconenspray zie je dat minder. En als laatste gebruik ik UV-lijm om het kunstwerkje op een sokkel te lijmen. Ik heb deze tekening voorbereid om te graveren op glas. Let erop bij het uitzoeken of maken van een afbeelding dat die veel organische vormen heeft. Het is namelijk erg moeilijk om hele strakke rechte lijnen te graveren in het glas. Naast dat er veel organische vormen in moeten zitten, is het ook handig om een lijntekening te hebben. En dat er heel veel details in zitten. Die kan je namelijk goed maken met de kleinere accessoires. Ik ga nu het glas voorbereiden. Het eerste wat ik ga doen is eventjes het glas op maat snijden, zodat ik er zo meteen een rondje uit kan snijden. Dit doe ik met een gewone glassnijder en een glashaak of een liniaal. En de volgende stap is om uit het vierkant wat we net hebben gesneden een cirkel te snijden. En daarvoor hebben we nodig de rondsnijder. Even goed op het midden plaatsen. En dan kun je dicht doen, zodat hij eraan vast blijft hangen. En dan kan je een cirkel gaan snijden. We doen dan de olie erop en dan duwen we de snijkop door, zodat we overal gelijkmatig olie krijgen. En de olie is nodig om de snee die we gaan maken langer open te houden, zodat we meer tijd hebben om zo meteen de cirkel open te duwen. De olie zit erop, dan kunnen we daarna gaan snijden. Totdat je hem weer terug hoort komen in de snee die net is gemaakt. Een klein tikje. Dan kan je de rondsnijder eraf halen. En dan mag je hem gaan openmaken. Dit kan je gewoon met je vinger doen. En dan loop je eigenlijk de snee telkens iets verder open. Tot je weer bij het begin bent. Nou is hij helemaal open. Kun je hem eventjes omdraaien. En nog even langs de rand duwen. Dan draai je hem weer terug en doe je hetzelfde aan de andere kant. Dit is om zeker te weten dat hij overal open is. En dan pak je je glassnijder en dan haal je de cirkel eruit. Door twee extra sneetjes te doen. Die kun je open tikken. Andere kant ook. En nu met je glastang op de rand van de tafel. Dan kan je hem zo eruit breken. En dan heb je je cirkel gesneden. Als je cirkel hebt gesneden, is hij erg scherp aan de randen. En daarvoor gebruiken we ons diamantschuurpapier om die eventjes wat minder scherp te maken. Hoef je maar eventjes langs te gaan, zodat het allerscherpste eraf is. Dan kan je vingers er ook niet meer aan openhalen. En nu ben ik klaar om de tekening erop te zetten. Maar omdat het glas nogal vettig is van de snijolie, gaan we eerst het glas even schoonmaken. En dan doen we met alcohol en een doekje. Even goed schoonmaken, zodat het niet meer vettig is. Nu dat het glas schoon is, kunnen we het design erop gaan aanbrengen. Het handige aan glas is dat het doorzichtig is. Dus je kan het design gewoon onder je glaasje leggen. En overtrekken met een stiftje of een pen. Tijdens het graveren is het erg belangrijk
om handschoenen aan te doen en een mondkapje op te doen voor het stof en de rondvliegende splinters. Ik heb een bril, maar als je zelf nou geen bril hebt, is het verstandig om een veiligheidsbril op te zetten. Het design staat nu op het glas en we kunnen beginnen met het graveren. Ik doe dat met de Stylo Plus. Hij is namelijk klein en je kan hem als een pen vasthouden. Ook heeft hij de optie om hem harder en zachter te laten draaien. Meestal zet ik hem zelf op 5, dat is de snelste stand. Het eerste wat ik nu ga doen tijdens het graveren is gebruik maken van dit stiftje. Dit diamantstift 7103. En deze gaan we gebruiken om de contouren te zetten, omdat hij klein is en een rond kopje heeft. Als we deze in de Dremel gaan zetten, moet hij ongeveer een halve centimeter van het kopje af zijn. Dan zit er hier een knopje wat je in kan drukken, zodat je hem kan vastdraaien. En om zeker te weten dat hij goed vast zit, kun je hem nog even extra aandraaien. Ik ga nu eerst de contourlijnen overnemen met het diamantstiftje. Dat zijn eigenlijk de basislijnen die ik straks moet gaan volgen als ik met andere stiftjes te werk ga. Ik heb mijn contourlijnen nu gezet en ik ga nu verder om de diepte erin te brengen. Dit doe ik met een ander stiftje. Dat doe ik met deze. Dit is de 7105 en dit is een wat groter diamantstiftje met een wat grotere bolle kop. En ik begin met de twee onderste delen. En omdat ik de buitenste lijnen van deze vlakken iets dieper wil hebben, begin ik dus ook bij de buitenste vlakken en daarna werk ik naar binnen. Nu dat de grotere delen en de diepere delen gegraveerd zijn, ga ik de rest van de lijnen met dezelfde kop doen. Met kleine ronddraaiende bewegingjes kan je meer diepte creëren en een egaler effect krijgen. Als de allerlaatste lijntjes gezet zijn, kun je de details nog toevoegen met een ander stiftje. De laatste diamantstift die ik ga gebruiken is de 7144. Dit is een heel erg fijn stiftje voor de laatste details en kleine streepjes, omdat deze plat is en een heel erg klein puntje heeft. Wanneer alle details gemaakt zijn, kun je met het laatste stiftje nog eventjes een vlakje onderop gaan zetten, zodat we hem uiteindelijk kunnen afwerken en mooi kunnen lijmen op een sokkel. Nadat je het hebt gegraveerd ziet het er een beetje wittig uit. En mooi is dan om met siliconenspray dat witte een beetje weg te wrijven. En daarna goed in te wrijven. En dan zie je meteen dat hij veel minder wit is geworden en veel transparanter. Ik heb een sokkeltje voorbereid om mijn kunstwerkje op vast te plakken. Dit vastplakken ga ik doen met UV-lijm. Die ga ik aanbrengen op de sokkel. En daarna ga ik deze uitharden met een UV-lamp. En een UV-lampje zorgt er eigenlijk voor dat die lijm binnen enkele seconden al hard wordt. Zo. Het uitharden duurt ongeveer 20 seconden. En na het uitharden kan je de restjes lijm wegvegen met een doekje. En als eindresultaat heb je een gegraveerd beeldje op een sokkel.